Vandaag krijgen jullie les van onze techniekmaster, meneer Ameloot. Welkom allemaal in mijn ateliertje. Goed, wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag maken onze zonneventilator. Hoe gaan we dat juist doen, mannen? Heel simpel. Je hebt een zakje gekregen. Als je alles uit hebt geladen, dan heb je een heleboel plastic. Je gooit het plastic in de vuilbak, zodat je werkplek volledig vrij is. Dan zie je hier al je materiaal liggen. Een motortje. Zonnepaneel. Vijsjes. Duimspijkers. Houten plankje. Zonnepaneeltje. Windturbine. En ons bevestigingsplaatje. Wat gaan we er nu juist allemaal mee doen? Het is eigenlijk heel simpel, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het eerste dat je doet is, je ziet dat dit plaatje groen ziet. Dat komt omdat er een folie op ligt. Je gaat in de hoek de folie eraf trekken. Aan beide kanten. Folie eraf. En aan de andere kant. Dat is eventjes moeilijk. Als je geen nagels hebt, dan vraag je dat aan je buur. Of dan vraag je dat aan iemand die wel nagels heeft, die bij u aan het eilandje zit. Dus voilà, ik heb het er afgetrokken weer. Hop. En dan zie je dat uw plaatje, of uw houder, niet meer groen is, maar doorschijnend. Voilà. Zo is hij helemaal klaar. De volgende stap. De volgende stap is zeer simpel. Je hebt je plaatje en je hebt je houten plankje. Wat doe je nu? Je plaatje kan er maar op één manier op bevestigd worden. Niet zo, want zoals je ziet, ik kan het laten zien, komt het er voorbij. Het moet aan de andere kant. Voilà, nu zie je, het komt er niet voorbij. Ik kan het nog eens laten zien. Het komt er niet voorbij. Deze kant komt het er wel voorbij. Dat is niet juist. Deze kant komt het er niet voorbij. Dat is de juiste. Oké, wat ga je dan doen? Je neemt gaatjes te maken. Je neemt dit of onze els, dat zal ik nog zien wat er op je tafel ligt. En je duwt, heer de Bruin, film zoom maar even in. Je duwt een gaatje en je draait. Voilà. Aan de andere kant doe je juist hetzelfde. Het beste is wel, het mag niet verschoven worden. Dus, voilà, andere kant, voor een tweede maal een gaatje. Voilà. Je kan dit per twee doen. Je kan dit per twee doen, ja, per twee. Dat is gemakkelijk misschien als iemand het vasthoudt en de andere maakt de gaatjes. Dus dat is, en dan heb je dit. Je ziet hier een gaatje en je ziet hier een gaatje. Volgende stap. Je neemt je plaatje, dat kan je ook per twee doen. Iemand houdt het zo vast. En wat doet de andere? Die schroeft de vijsjes daarin met de schroevendraaier. En zoals je ziet, je hebt een kleine schroevendraaier, je hebt een grote, je neemt degene dat het beste past. Voor die kleine vijsjes is dat de kleine schroevendraaier met de kruiskop, zoals ik gisteren al had uitgelegd. Hoe kan je het ook doen? Je kan het zo vasthouden, voilà, en dan zo beginnen vijzen. Dan kan je het plaatje mooi laten liggen. Dus ik ga dat even doen, voilà, het zit erin. Nu ga ik het zelf verder vastschroeven. De vijsjes zitten nu in ons plaatje, helemaal erin. Er zit geen speling op, dus het zit echt goed vast. En dan heb je dit. Volgende stap. We zetten het opzij. Volgende stap is ons zonnepaneeltje. Zoals we geleerd hadden in de vorige lessen, is het heel belangrijk dat we een elektrische kring lopen, dat die eigenlijk al de elektriciteit in een rondje, in een kring loopt of in een ronde. Deze is onze bron, hier komt elektriciteit uit, dus wat gaat er gebeuren? Dat moet naar het motortje. Dus wat ga je moeten doen? Je gaat de twee draadjes moeten verbinden aan elk aan een kant. Dus het rood aan een kant en het zwart aan een kant. Aan welke kant maakt niet uit, zodat de elektriciteit mooi in een kring kan lopen en dan gaat de motor werken. Hoe doe je dat nu? Je neemt je draadjes en je draait dit mooi rond. Zoals je kijkt hoe je draait, totdat ze allemaal mooi bij elkaar hangen.
zijn aan het blijven draaien. Dat is eventjes moeilijk. Ja, wacht even. Voilà. En klaar. Dus ze hangen mooi aan elkaar. Het zijn niet meer zo'n losse draadjes. Maar het hangen nu mooi aan elkaar. Wat doe je dan? Je draait het schroefje los. En je steekt het draadje ertussen eronder. En je draait het er wat rond. En je schroeft het vast. Met een moer. Voilà. Zie? Voilà. Ik kan het nu nog vaster doen. En dat kan ik met een gereedschap doen. Ik kan ook het moertje nog eens vastnemen. En nog extra aandraaien. En dan zie je, het rood draadje kan er niet meer af. Voilà. Dan nemen we het zwarte draadje. We steken het onder de moer. En we draaien het ook vast. We nemen de tang terug voor nog een beetje meer extra kracht te geven eraan. En we draaien het vast. Volgende stang nemen we de bektang. Je ziet, die heeft een bek. Ham, 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 ham. Ham, ham. Dit is de lange bektang. Lange bek. Goed. Dus, wat gaan we dan doen? Dan gaan we, en nu zie je dat, dus ons motortje ligt hier. Nu gaan we onze ijzeren plaatjes kromplooien. Ik neem het vast op ongeveer in de helft, de afstand vanaf het zonnepaneeltje tot in het midden, tot het einde. Dan nemen we ongeveer in de helft en we plooien het schuin. Onder een hoek van ongeveer 45 graden. 45 graden. Dat andere doe ik juist hetzelfde. Ik neem het vast, ik hou het wat tegen en ik plooi het ongeveer 45 graden. Je kan dat met je handen nog een beetje dan daarna, vanaf als je die bocht hebt gemaakt, kan je dat met je handen wat vervringen. Voilà, dan hebben we dit. Goed, volgende stap. Je neemt het motortje en je legt het motortje in de houder. Je duwt het erdoor. Voilà. Je zorgt ervoor dat je draadjes naar beneden hangen. Dus je draait de motor tot als je draadjes naar beneden hangen. Voilà. Wat doe je dan? Je neemt je duimspijkers, twee duimspijkers. En dat is misschien wel de moeilijkste stap. En je duwt de duimspijkers waar dat je je zonnepaneeltje op het houten plankje wilt erin. Dus ik ga dat mooi recht zetten. Voilà. Nu kan ik het niet goed vastdrukken. Wat doe ik dan? Ik neem mijn paneeltje en ik zet het terug recht. Wat kan ik nu doen? Nu kan ik gaan recht staan en er veel kracht op zetten, zodat mijn paneeltje terug vaststaat. Eventueel kan je nog met een hamer het een beetje harderop kloppen. Wat is er nu gebeurd? Dit is een probleem. Mijn draadje is gelost. Dus, wat moet ik dan doen? Mijn stroomkring kan nu niet werken. Dan ga ik, dit kan bij jullie ook gebeuren, het schroefje terug loszetten. Dus ik ga het schroefje terug loszetten met de tang. Voilà. En wat ga ik nu doen? Ik ga terug het draadje eronder steken. Voilà. Het draadje was gelost, ik heb het terug vastgezet en ik plooi mijn zonnepaneeltje terug naar de richting van de zon. Laatste stap, de windturbine erop duwen en we zijn klaar. Als nu de zon zou schijnen, dan zou ons ventilatortje draaien. En tot zover ons windmolentje.